Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben een landgraaf en hier is het Minley voetbalparadijs. En achter mij is een toernooi bezig en iedereen zit flink te draaien met die houten poppetjes, hè, zwart en witte poppetjes. En dat heet dan tafelvoetbal. Nou, we gaan eens even vragen hoe dat zo begonnen is bij die mensen, dat tafelvoetballen. Waarom heb je die handschoentjes aan? Ja, die heb ik eigenlijk aan gewoon. Ik heb best wel zweethanden. Dat neemt goed de zweet op. Ik kan echt niet, als ik die op die handvaten zelf speel en ik wil een bal maken, ja, die gaat de hele verkeerde richting op als ik gewoon zonder handvaten dingen speel. En als ik gewoon met lintjes speel, ja, dat vind ik wel iets te dik eigenlijk. En die gaan ook weer, die slijten bij mij sneller. Dan vind ik die handschoenen echt, daar doe ik een heel seizoen mee en die spelen perfect eigenlijk. Dus heb je meer grip, hè? Dat je niet zo snel... Zo meer grip, ja. Ik ben al 51 jaar verslaafd aan dit spelletje. En hoe is die verslaving begonnen? Nou, vroeger had je dus in iedere kroeg waar je kwam, daar stond een voetbalbaantje. Tegenwoordig is dat jammer genoeg niet meer zo. Gaat de jeugd alleen maar naar de disco. En of aan het buffet zitten, of flipperen, of tafelvoetballen. Ja, hoe lang denk je er nog mee door te gaan? Gewoon... Tot ik omval. Ja. Ik heb al 2 hartinfarcten gehad, maar dat is geen reden om langzaam aan te doen, hoor. Ik ga niet achter de geranium zitten. Ik wil dit spelletje blijven doen, zolang als het gaat. Ik vraag me dan af, tafelvoetbal, denk je gewoon aan voetbal, het echte voetbal. Ja. Geven ze dan ook bijvoorbeeld namen? Is dit Erik van der Leur en Huntelaar? Of ja, dat niet. Dit is zwart en dat is wit. Zwart en wit, ja. En gaan met die bananen, hè? Dit is mijn 56e competitie, onafgebroken in 2 bonden. Ik had vroeger een enkel gebroken en daarom ben ik in principe gaan tafelvoetballen, omdat je kan nu het veld niet meer. En dan doe je maar wat anders. En zodoende is dat verder gegroeid. Hè. En dan wordt het ook een beetje interessant natuurlijk. Ik heb wel eens een keertje willen stoppen, maar tot nog toe bevalt het goed. Dus is wel leuk. Dus u bent een pro? Of? Ik ben pro, ja. Okay, yeah. Ja, en hoe word je pro? Wat moet je daarvoor kunnen dan? Ja, dat is op een gegeven moment, dat is gelijk als tennis. Bij een overwinning krijg je punten en bij een verliespartijtje krijg je minpunten. En op een gegeven moment kom je een bepaald aantal punten en dan ben je pro of verder. Dat is eigenlijk een heel simpele oplossing. En geniet u dan ook nog van elke overwinning? Ja, anders zou ik niet komen natuurlijk. Hè. Wat is nou leuker, echt voetbal of tafelvoetbal? Tafelvoetbal uiteraard. En waarom? Omdat je tegen elke leeftijd speelt. Ook tegen dames. Maar dat is veel meer variatie dan een echt voetbal. Wij hebben als bond 2 grote toernooien, de Nederlandse kampioenschappen. Dat is dan op de Goede Vrijdag. En in de winter een groot bondstoernooi. Dat is dan de winterkampioenschappen, een semi-Nederlands kampioenschap. En heeft u zelf ook tafelvoetbal? Wat is eigenlijk het woord? Getafelvoetbald? Ja, je tafelvoetbald en je hebt getafelvoetbald, dat klopt. Dat heb ik zelf ook, ja. En doe nog steeds tafelvoetbal. Hoe lang duurde je dan? Ik, bijna 35 jaar. Leeft het nog wel ook onder jongeren of wordt het minder? Het begint weer op te bloeien. Gelukkig begint het ook niet alleen hier in het zuiden, maar ook in het land. Als ik vandaag kijk, zijn het 3 koppels uit Rotterdam hier. Jongens, die is ook voor de eerste keer op zo'n groot toernooi komen. Je merkt dat Amsterdam een ontwikkeling is waar het tafelvoetbal gespeeld wordt in Den Haag. Boven Noord-Limburg zijn ontwikkelingen, dus wat dat betreft zijn ontwikkelingen genoeg. Dat we zeggen van, er zit weer stijgende lijn in. Ook hier het toernooi zie je, altijd is het maar rond de 70 koppels. Vandaag zijn er 92. Dus ook weer een flinke stijging. Hoe gaat dat dan? Als ik nou bijvoorbeeld ook mee wil doen, moet ik me dan inschrijven bij een bond of hoe moet dat? Normaliter wel, maar je kunt ook, als je eens een keer wilt proberen of hoe het wat, zo inschrijven en dan word je gewoon ergens gekwalificeerd, neergezet en dan kun je gewoon meedoen.
wat is er zo leuk aan tafelvoetbal? Waarom niet het echte voetbal dan? Nou, het echte voetbal, ik was niet zo'n echte teamspeler, zeg maar, in sport. En hier doe je het met z'n tweeën eigenlijk. En dat bevalt wel, plus je kunt gewoon veel meer tijd met je eigen spel bezig zijn zonder dat je met anderen te maken hebt. Dat vind ik gewoon prettig. En tafelvoetbal is een spel, als je dat je één keer pakt, dan laat je dat ook niet meer zo snel los. Dus dat blijft meegroeien met jezelf. Nou Paukzat, dat was hem dan weer. Erwin in Landgraaf bij het Minley Voetbalparadijs. En hier was dus dat toernooi. En hier werd nog tot in de late uurtjes rondgedraaid met die dingen. En ja, ik ga denk ik thuis op zolder ook nog eens oefenen. Misschien doe ik volgend jaar wel eens mee. Tot de volgende week.